Ciao a tutti, mi chiamo Yannick. Ik doe mijn vlog over Italië in het kader van de Dag van Europa. Ik doe het hierover omdat ik op vakantie ben geweest en er een superleuke tijd heb gehad. Diverti con questo vlog. Een typisch Italiaans gerecht is de pizza. De bakkers rollen altijd op en gooien hem op de bak. Dan doe je er altijd tomatensaus overheen, die is altijd lekker. En dan doe je er ook nog een beetje lekkere geraspte kaas bij. En daarna stop je hem in de oven. Ah, de pizza is klaar. Ik denk dat hij heel lekker gaat zijn. Buon appetito! Ook is in Italië de operamuziek heel erg belangrijk. Je hebt er heel veel grote en succesvolle operazangers, zoals Pavarotti en Bocelli. Zij zijn hele goede operazangers en doen het goed in Italië. Voetbal is in Italië heel erg belangrijk. Nu speel ik een wedstrijd tegen een van de topclubs uit Italië, AC Milan. Ottimo pallone filtrante. Yes! Il primo quarto d'ora. Ed ecco. Occhio al tocco preciso per servire il compagno. Goal! Yes! Lekker! Alle landen in Europa hun eigen munt. Nederland had de gulden, alleen Italië die had de lira. Maar sinds de invoering van de euro betaal je ook in Italië met de euro, net zoals in Nederland. Maar vroeger, dus hier zien jullie bijvoorbeeld twee oude munten uit Italië uit de tijd van de lira.